Het aanpassen van zo'n serie gaat heel eenvoudig. Je klikt, ik ben nog steeds ingelogd en je klikt op bewerken. En vervolgens klik je op de thumbnail en je komt weer in de editor. In die editor kan je een andere display type kiezen, bijvoorbeeld deze. Hier kan je aan je gallery foto's toevoegen, bijvoorbeeld aan gallery 4 kan ik hier add files. In mijn local computer kan ik hier foto's opzoeken en met deze knop uploaden. Ik kan de galleries managen, bijvoorbeeld hier in Sample Pictures 4. Kan ik de naam veranderen of kan de beschrijving toevoegen. Als ik naar onder scroll kan ik hier ook descriptions en alt-titels toevoegen. Dat wordt in een andere tutorial nog verder uitgelegd. Maar in dit filmpje laat ik zien dat die hele gallery unit ook te bereiken is vanuit de pagina. Ik heb hier dus een andere manier van tonen gekozen. Ik scroll naar beneden en ik klik op save. Klik op bijwerken. En ik kan nu de pagina bekijken. En je ziet hier een andere manier waarop de thumbnails worden getoond.